Lekker makkelijk recept voor op de camping. Pasta arrabbiata met burrata. Gezien op werkte vandaag. Het is nu een uur of zes en nu speelt een toddy heel veel bijzonders. Dus ik ga even terug naar de tent om even iets lekkers te koken. Ga maar even mee. Hey, zijn we weer bij het tentje op de festivalcamping. Nou, ik ga even lekker koken, even een avondmaaltijd maken. Ik ga een pasta maken. Dat heet pasta arrabbiata burrata. Hartstikke lekker, een beetje pittig en spicy pasta gerechtje. En nou, we gaan het wel zien. Wordt vast weer lekker. Breng een pannetje water aan de kook. En dan gaan we de pasta inkoken. Ik heb in dit geval pennen meegenomen. Dat is wel een lekkere pasta soort voor dit gerechtje. Nou, dat koken we even al dente, 10 minuutjes ongeveer. Zo, die pasta is gekookt, maar ik heb geen friet bij me. Dus ik heb misschien wel iets leuks verzonnen. We hebben mandarijnen bij ons, dat zit altijd in zo'n netje. Leg ik gewoon over een kommetje heen en daar ga ik die pasta in gieten. En als het goed is, als ik het dan omhoog trek, kan ik toch die pasta afgieten. Nee, dit werkt dus niet. Nou, dus het idee was leuk, maar dat gaat dus niet. Maar goed, die pasta moet wel uit het hete water, want anders blijft het toch steeds zachter worden. Dus ik ga het gewoon even met een lepel even eruit scheppen. En dan komt het goed. Ga ik intussen even uitsnipperen. Dat is meestal de basis van heel veel gerechten. Fit dan een scheutje olijfolie in een pannetje. En dan gaan we die ui even lekker bakken in die olijfolie. Kijk intussen twee teentjes knoflook fijn. Zet ik eens even onder mijn mes. Dan is het al bijna uitgeperst. Dan hoef je alleen nog even een beetje fijn te snijden zo. Ja, ik heb ook geen lekker groot koksmes bij me, dus... En die knoflook die bakken we dan ook even mee met die ui. Dan heb je twee handjes van die kerstomaatjes. En die laten we eventjes door de warmte zacht worden. Zie je, na een aantal minuten zijn die tomaatjes lekker zacht geworden. En dan kan je ze gewoon een beetje prakken met een vork. Fijn stampen eigenlijk. Neem een potje pesto arrabbiata. Daar komt de naam vandaan, hè. En doe ik ze even twee mespuntjes of twee theelepels. Doe er zo van in. En dan roer je er even lekker door. Laten we ook nog even meebakken. En dan neem je gewoon heel simpel. Een zak pittige pastasaus. Pastasaus pikante. Die doen we er gewoon helemaal bij. De pastasaus even warm worden. De saus is lekker aan het borrelen. Dus dan ga ik de pasta weer terug doen in de pan. En dan laten we eventjes een beetje opnieuw warm worden. Want het is natuurlijk wel een beetje afgekoeld. Voor de broodnodige groenten doe ik nog even een handje rucola doorheen roeren. Die rucola mag voor mij best een beetje zacht worden. Dat vind ik eigenlijk wel lekker. En je mag natuurlijk zoveel rucola toevoegen als je zelf wil. Je kan ook natuurlijk twee handjes erdoor doen. Het slinkt ook best wel. Nou, dan neem je een bolletje burrata. Het is een soort mozzarella, maar deze is nog iets zachter en ja, fluweel zacht. En dan die laten we eventjes een beetje smelten in die saus als het ware. Dus die draai ik even met deksel op de pan. Laat die zacht worden, zodat het lekker kan gaan smelten straks. Burrata en ook mozzarella wordt in de verpakking in water bewaard. Daardoor kun je de burrata wel even zonder koeling bewaren. Gebruik de burrata bijvoorbeeld wel de eerste of de tweede dag van kamperen.
en bewaar het in een koelbox als je die bij je hebt. Zo, dit is wel goed zo. Kan je pannetje uitzetten. En dan doe ik er wat parmezaanse kaas bij. Snijd het even heel dun. En doe dat zo erover. Als je een rasp bij je hebt, ja, nog beter natuurlijk. Maar die heb ik hier niet. Nou, er komt een basilicumplantje weer. Even lekker een beetje aftoppen met wat verse blaadjes basilicum. Nou, ziet er toch super lekker uit. Zo. Ja, ook weer ontzettend lekker gerechtje. Zou een beetje zout kunnen gebruiken voor de liefhebber, maar ik vind hem zelf wel hartstikke goed. Je hebt lekker dat ontzettend zachte van die burrata. En die trekken ook lekker draden, hè, zag je hem? Net zoals bij zo'n pizza die, met mozzarella. Ja, hartstikke lekker, joh. Die saus is lekker, er zit een pikantje in. Het is vegetarisch, ook een voordeel. Want je kan heel goed vegetarisch koken met houdbare spullen. Dan vlees bederft snel en ja, dat kunnen we niet hebben op zo'n camping. Nou, ik ga lekker verder eten. Ik zie je volgende keer. Geef even een duimpje omhoog onder deze video. Als je het zelf wil maken, kun je het receptje vinden op reneindekeuken.nl. Vergeet niet te abonneren en als je nou al geabonneerd bent, zet dan even dat belletje aan, want dan zie je vanzelf wanneer er weer een nieuwe video aankomt van mij. Nou, tot de volgende keer. Hè. Hoi! Amen. Echt lekker, man. Super. Ja. Neem je een potje pesto arrabbiata. Ja, nu begin ik, sorry. Ja. Ik kan mijn lepel er niet in doen.